Stilstaan ook bij de leerlingen die met lof zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Vorig jaar waren dat er 30, dit jaar 6. 6 uit Rijssen en helaas geen leerlingen uit Holten. Als het gaat om de eisen die aan jullie worden gesteld, heb ik begrepen ook van de kenners, Veilig Verkeer Nederland. Ik mag weliswaar verkeerswethouder zijn, maar daar zit toch de kennis met name. Een heel moeilijk examen toch wel op een bepaald onderdeel. Enfin, dat is dan iets wat dan passeert. Maar jullie zijn er wel in geslaagd met z'n zessen toch met lof te slagen. Ook wordt daar, het is al even gememoreerd, aangegeven een wisseltrofee uitgereikt. Dat is vorig jaar ook gebeurd en dat zal dus zometeen opnieuw gebeuren. Heel fijn is het dat als het gaat om verkeersexamen, ook zeker wat betreft de praktijkproef, dit allemaal goed is verlopen, geen ongelukken. Uiteindelijk zijn er toch heel wat leerlingen op een gegeven moment die deelnemen aan het verkeer. Het is altijd maar weer afwachten van hoe gaat dat uitpakken. Zeker letten op verkeer in zijn algemeenheid en het gedrag van mensen in het verkeer. Jongeren, ouderen, hoe ga je reageren op bepaalde momenten, of iemand maakt fouten of vergissingen, hoe pak je dat aan, hoe reageer je erop zonder daar met problemen uit te komen. Nou, ook heel belangrijk als het gaat om theoretisch daar kennis van te hebben, wat betreft de regels, de borden, maar ook zeker als het gaat om het gedrag juist in de praktijk. Je moet je voorstellen, wij leven in een gemeente als Rijssen-Holten met 37.000 inwoners, er zijn veel grotere gemeentes en let wel, landelijk tellen we evenwel bijna 8 miljoen auto's. Dus dat is echt een druk verkeer. Veel heen en weer gaan. Ik wil even uit. Ja, bij deze van harte nogmaals. Ja. Ook van de belasting. Ja. Ook jij niet te bezitten, toch? Alsjeblieft. Alsjeblieft, ook gefeliciteerd. Alsjeblieft. Of gefeliciteerd. Nog wel 1 over. 6 hebben we. Ja. Wie nog meer? Nou, dat kan niet kloppen. Of gefeliciteerd. Kijk eens aan. Gestart in 2006 in de klimtuin. Ik zie nog een keer 2006 staan de Ronde Maart. 2007 Johan Friese School. 2008 Eening School. 2009 in de klimtuin. 2010 Johan Friese School. 2011 Haarschool, 2012 Beatrix School en nu 2013 de Juliana School. Van harte gefeliciteerd. En nu mag ik in. Jullie hebben bewezen dus met goed gevolg dit allemaal te hebben afgelegd het examen, met lof geslaagd en als bekroning voor de school ook nog deze mooie wisselbokaal. Mag ik maar jou overhandigen? Alsjeblieft. En van harte nogmaals veel succes. Ook van het gefeliciteerd en veel succes. Ja. Jongens, komen jullie er ook even bij? Ja.